Hey, een hele goede morgen. Lekker geslapen? Ja, je kan echt vertellen, je bent een filmpje aan het kijken. We moeten blijven strekken aan die motor. En ik snap dat we hier en daar wat opstartproblemen hebben. Het is ook normaal dat je opstartproblemen hebt, want je hebt al behoorlijke kilometers gemaakt. Ik bedoel, je hebt al zoveel drempels, obstakels moeten trotseren in je leven. Ja, nou, die auto van jou, die heeft misschien wat deuken opgelopen. Ja, die rolt niet meer helemaal lekker. En dan proberen die motor te starten. Kijk, het duurt even, maar op een gegeven moment gaat hij wel, knalt hij hem door. De tijd die houdt geen rekening met jou en ook niet met je gevoelens. Of je nou hoog of laag springt, boos of verdrietig bent of welk gevoel je ook uitkiest, de tijd gaat gewoon voorbij. Dat wil ik je gewoon zeggen. Dat is een gegeven, dat is een feit. En feiten zijn niet discutabel. Dus we weten nu, de tijd is heel erg kostbaar die je hebt. Dus hoe gaan we die invullen? Gaan we dan klagen over de dingen die we allemaal niet meer kunnen? Gaan we klagen over de dingen die we niet hebben? Gaan we klagen over al dat soort shit? Klagen over problemen lost de problemen niet op. Je krijgt er meer problemen van. Ik zweer het je, Pik. Ja, ik heb het nu echt al een paar keer geprobeerd. Als ik een probleem had, ging ik zo doen. Kijkernaar was het probleem er nog steeds. En ik kreeg ook nog rimpels van op de kop. We kunnen op twee manieren door het leven gaan. Of we gebruiken alles als excuus. Of we gebruiken alles als brandstof. Er zijn bijvoorbeeld twee jongens. Ze hebben allebei een alcoholistische vader. De ene wordt een alcoholist omdat hij zegt. Ja, hey, hallo. Mijn vader is ook alcoholist. En ja, daarom ben ik ook een alcoholist geworden. En die andere jongen die zegt. Ja, mijn vader is alcoholist. Daardoor drink ik geen druppel. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, newsflash, schattenbout. Ik heb je niet gezegd dat het makkelijk is, hè. Maar het is wel een mogelijkheid. Dus wat gaan we doen vandaag? We gaan vandaag onszelf weer even bij de ballen pakken. Of bij de clitoris. Weet ik veel waar je jezelf wil pakken. Pak je ergens. Pak het goed vast. En dan schop je jezelf onder je reet. We hebben excuses of we hebben brandstof. Welke ga je kiezen? De E of de B? Of de J?